Welkom dat je weer kijkt naar het meest bescheiden metaaldetectie YouTube kanaal die er maar bestaat. Ja. Kijk, we zijn bij ons zilverschatveldje uitgebaggerd. Ik ga hem even langs het randje gooien. En toen heb ik eindelijk zijn zin gekregen, die kan ik zoeken. Kijk maar, hij is al blij. Weet je nog wel hoe het moet? Pinpointen nodig, hè? Rennen! Het is wel echt een heerlijk zomers dagje. De springkanen. Ugge. Ja. Waar zijn toch al die muggen? Op zeker een blikje. Ja. Voel me al. Ja. Ik voel de hele grond beven. Een hoefijwen. Mes? Vertel eens wat over de gras. Want Ruud zei, oh, het gras is helemaal verdord. Het gras is kijk, eens hoe, kijk eens in Haarlem. Kijk eens hoe mals het gras we in Haarlem hebben. Dit is te mals. Haarlem heeft de malste gras. Ja. Nou, kijk hoe hoog het tot de hemels toe staat. Wat zal het zijn? Ja. Wat zal het zijn? Het wordt steeds kleiner. Het kan nog steeds een muntje zijn, hè? Het is een muntje, ik zie hem al. Nee! Hey. Yo! Het is een duitje, denk ik. Oh, maar dat is goed. Hoe kunnen we die dan missen? Kijk. Ja, kijk dan. Ja. Hoor, moet even scherp staan. Ja, ja. Kijk dan. Weer. Een dikke maar een munt. Zo'n oudje, hoor, hè? Alweer? Zo. Kijk je? Gaaf. Ja. Ik heb nooit kunnen missen vorige keer. Dus dat vind je toch anders nu. Ja, maar het is nu droger, hè. Het was toen zo verzadigd alles. Er staat niks meer op, man. Ja, maar toch, het gaat om dat we het doen. Zeker. Het schiet nog niet zo op met de mooie vondsten, maar we doen ons best. John heeft zelfs nieuwe batterijen gehaald. Kijk eens. Wat voor oogfonds heb je? Ik heb mijn cap terug. Eindelijk. Ik kwijt. Zet hem eens op. Ja, staat je wel. Joost, die moet je schuin een beetje zetten. Nee, dat past niet. Het is klein nog geworden. Kijk. Kun je ook iemand bellen? Oh. Dat we hem hebben gevonden. Oh. Lief, hè? Ja, nu hoort de telefoon nummer 023540777. Is dit jouw cap? Het is nog wel het oude telefoonnummer, dus deze is al een tijdje kwijt zo te zien. Heb jij je dierbare herinnering aan deze mooie paardrijcap gehad? Ik smijt hem zo voor je kop. Hey. Wat heb je? Piepel. Ja, omdat wat moois is. Kijk, was een muntje. Nee. Ja. Ja? Wat voor eentje dan? Ja, weer zo'n duitje. Een duutje. Een duut? Een duut in het zakje doen? Dat had ik nooit kunnen missen vorige keer. Ja, toch is het gebeurd. Nou, toch twee oude muntjes nu. Ja. En een cap. Misschien is mijn cap geweest toen ik nog paardrijden zat. Nee, jij bent een paardrijden. Ah, jammer. Had toch gekund. Of zilverfolie, of dus gold. Zo, nou als je gouden knetter eruit haalt. Zou wel even super eindbaas zijn. Wat is het? Is er Unox dingetje? Nee. Waar? Ik ga niet weten wat het is. Inzoom option. Bam, wat heb je gevonden? Ik weet het niet. Kijken. Oh. Hij zit er nog in. Het taartje weg. Wacht even. Laat me eens zien, John. Ik weet het echt niet. Denk ook een duitje of zo. Ja, in ieder geval iets kleins. Het is in ieder geval iets kleins, man. Ja, maar goed, het is toch weer een oudje. Het is toch weer een muntje. Het weer een muntje. Weer dat muntje wat we hadden gemist, blijkbaar. Ja, zo zie je. Oude plekken zijn nooit op. Nooit op of leeg. Wel moeilijker, maar nooit leeg. Nou, we zitten mooi in de schaduw, ondanks dat het best wel warm was. Zo is het lekker met die bomen zo.
Kijk eens, hup. Wat is dat? Ik heb nooit een brommer gehad. Dan moet je nagaan. Dan ga ik een knip. Ik denk dat het een knoop is of iets. Ja, het lijkt er wel op. Ik kan er niks van maken. Hier, Sean. Hier, Johnny. Waarom had jij dan geen motor vroeger? Geen brommer. Je hebt een motor, dat is hetzelfde. Ik heb een motorrijbewijs, maar ik heb een motorrijbewijs. Maar ik ben nooit voor mijn brommer gegaan omdat ik door van mijn auto wou. Ah. Zat het nut er niet van in, die 2 jaar. Dus ja, ik kan een dikke brommer kopen of een dikke auto dan. Wat is het geluk met die auto dan? Ja. Suzuki auto. Een Civic. Hoppa. Han! Ik denk dat ik er eentje heb, jongen pik. Kijk eens. Jezus! Oh, kijk dan. Kijk wat een knoepert. Ja, het is een rare. Johnny! Pak die schep even mee, hij heeft een munt. Oh nee, het is geen munt. Ah, oh, het is een gordijnringetje. Nee! Nee, het is een gordijnringetje. Fuck! Ah, jammer joh. Nou, het voelde wel weer even goed. Hij leek er zo op, ik. Kijk eens wat Johnny had. Een klein mini tinnen speelgoed. Speelknolletje. Speel. Nee. Oude looie kogel of zo. Jo. Oh. Ja. Een lead bullet. Kijk eens. Ja, een dikke looie kanonskaaier. Een dikke kanonaloosje kaaier. Hoppa. Maar het ligt er wel weer. Yo. Yo, we moeten naar de volgende plek, want onze zilverschatplek is leeg. Is nu een half jaar geleden. En de gaten zitten nog steeds even op. Mensen zijn het nog steeds aan het graven. Want die pikken van al zijn plekken. En denken die kut Dutch Watch. Die weten de plekken wel te vinden. Dan gaan we daar gewoon achteraan en gaan we alles leeg graven. Dus wij moeten continu een nieuwe plekken. En dan pikken andere mensen die van ons af. En pikken. Nou, dan moeten ze zelf weten. Maar wij kunnen wel gewoon een plek vinden, toch? Hallo boerenzoon, en wij hebben het graven. Het is hier helemaal nieuw geploegd. Ja. We hadden wel goed gevoel erbij. Hier, Toy. Hier is het net zo droog. Dat is een heerlijke vondje. Ja! Kijk dan. Johnny, lekker. Oh. Er staat nog wat op, zie je hem? Ja. Spuug. Hij is nu bespuugd. Je ziet er wat op staan, maar ik weet niet wat. Ja, je wil naar een duitje of zoiets. Ja, zo. Ha, lekker. Yes! Oh. Ik zie hier op de V op staan. Oh. Volgens mij. Ja, ik denk het wel. Nou, het is een loodje, maar er staat weer iets op. Wat staat erop? Ik weet niet wat dat was. Ja, gaaf. Hier net met mijn oog vond. Het is een golfkaaier. Ja. Weet iemand wat voor luchtje dit is? Ik heb geen idee. Ik kom er nu achter. YOLO. Oh, wat een ruikje. Dat ruikt wel lekker. Yes. Hoe lang is het ruikt? Nou, ruik een vrouwelijke luchtje. Er staat weer wat op. Weer een muntje. Ah, heel slecht deze. Ah, ben, je ziet weer wat staan. En hier in het dito. Ja. Zo. Nou, toch lekker, een mooie stukje. We willen ook maar sport houden. Bent u klaar? Daar komt hij, hè? 1, 2. Hoppa! Hier, Brian. Maar ik moet in die schep hebben, lukt het nu. Jawel. Nee. Hij wil met de houten steel. Zo! Netjes! Gewoon omeren. Bidden! Wat ga je doen dan? Koorddansen. Oh, koorddansen. Kijk of het lukt. Ik hou wel mijn handen een beetje. Handen los. Oh, dit is lastig gek. Oh? Yeah! Vertel het eens, Brian. Hele goedemiddag. We zijn vandaag in het kanaal aan het magneetvissen. Ik heb al een batterij. En een kaarsenstandaard. Oh, even een tussenstandsmeting. Even pauze, pik. We zijn nu
ongeveer 10 minuten? Nou, half uur denk ik. Oké. Okay. Half uur. Nou, we kijken wat de bende we hebben. Oké, okay, laten we beginnen. Een of ander mooi kliko bakkruiwagentje, chemisch afvalbakje. Een krukje, was wel geinig. Brian vindt het onderstel en 5 minuten later vind ik het bovenstel. Gereedschapjes zoals een ijzerzaag. Ja, ijzerzaagje. Fietsslot. Kazenstandaardje. De DVD die we nog niet openmaken. Oh, die DVD die moeten we nog even openmaken. Kijken wat erin zit. Van welk is die? Monster Mania. Monster Mania, is het niet een spelletje toevallig? Er zit geen monster in. Ik vind het wel spannend. Gaat die nogal open? De laatste keer dat ik een DVD-hoesje heb opengemaakt, denk ik 30 jaar terug. Ja, kun je daar gaan. Ik ben pas 28. Oh, krabbetje zit erin. Hoe kan die er nou in zitten? Hoe kan die er nou in zitten? Het zit helemaal dicht. Wijs je me eens aan? Daar? Ja, hè. Ik zal even kijken of ik in kan zoomen, mijn handen zijn een beetje nat. Er zit een krabbetje in. Ik zie hem lopen, joh. Vet mega. Hoe kan die er nou in zijn gekomen als babytje of zo? Ja, dat moet wel. Dat hoesje zat best dicht. Een mooi pannetje. Dus we hebben toch nog gekookt vandaag. Oh ja. 2 eurocent. Waarvan iedereen zou zeggen, joh, dat is koper. Ook als je het kleurtje kijkt. Nee hoor, die blijft gewoon vol gas en de magneet hangen. Dan gaat het krabbetje. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wat kabels. Oh ja, dat was een van onze mooiste. Een mega goeie. Ja, eigenlijk is het een anker of zo. Die kunnen we goed inzetten als dredzaak. Hij is ook zwaar, maar hij is helemaal goede kwaliteit. Het is niet eens verroest, joh. Ik zie nog. Nee, joh. Zie je helemaal, ja, wat schelpjes is troepjes nou. Dat kunnen wij wel gebruiken, hè? Zo, hier ook. Oh, hij is scherp ook, gek. Wajajajajaj. Dredgehoek. Zo, wat voor een. Captain Hook. Hebben we nog meer? Puntdeksel haakje. Hier. Puntdeksel haak. Oh ja. En nou, wat rommeltjes. Dit lijkt wel zo'n steun. Zie je, steun met een liggertje erop, zo. Hier kunnen dingen op liggen. Een pijp. Een digitale tv-ontvanger of zo? Met een DVD-spelertje. DVR of zo, weet ik veel. Kennen we niet meer, hè? Voor onze tijd, jongen. Ik heb geen idee wat het is. Ik denk digitale tv-ontvanger. Je kon vroeger tv mee ontvangen, denk ik. Ja. Rare. SCART-kabels achterop zeker. Dat is toch eigenlijk best vreemd. Heb je een tv, die koop je dan voor een paar duizend euro en moet je er nog een kastje bij kopen. Vroeger anders kon je geen tv kijken. Ik kan het niet voorstellen. Wel, je internet kon je niet meer bellen. Ja, nou dit. Dit en dat. Ja, dus hout en, dit en dat is niet zo veel speciaals allemaal. Je had ook nog een mooi mes net. Oh, die komen nog tegen, zie ik. Oh, de politieradio. Ja. Dat is ook een brok. Inbus. Een inbus. Oh, nog een gereedschapje. Die is al heel dik. Ja. Ga eens bellen. Is het ook een krabbetje? Ja, ik zag het. Dikke, vet, grote krab. Dan weet je wat je bent, denk ik. Ga me melden dat we er zijn. Is dit de 21.02 over? 21.02 over. John in Gelderland. Over. John in Gelderland, frikandel. Kost veel te veel geld. Dit noemen ze nou elektrisch koken. Zonder batterijen kook je helemaal niks. Maar er stond, voor mij stond er hier nog wat op. Nee, dat was het andere pannetje. Dat was dat pannetje wat daar op de hoek ligt. Nou, we hebben nog een bureaustoel gevonden, duidelijk. Ja, mooie vissersklapstoel. Dikke vette vissleepketting. Nog meer gereedschapjes hier. Dopsleutels. Het stinkt allemaal zout. We vissen nooit in het zout. Nou, trek je zout popcorn. En een mooi mes. Ja. Leuke dingetjes, hè, tot nu toe. Dat gaat hard, hè? Putdeksel. Onderdeel. Ja. Dat zegt me ook niks. En, kijk, dit pannetje vind ik dan wel weer leuk. En ja, er staat echt nog mooie tekst op. Fris kost. Salade. Koken. Sauerkraut. Ja. Fleisch. Wild. En vis. Even goed op de camera wil ik hier, Brian. Hier, daar zijn alle teksten. Dan ga jij er lekker in. Ik ga mijn prikstok verder testen. Ik heb hem al onderworpen aan een behoorlijke belastingtest. En ga zo eens kijken of hij nog goed schuift. Nou, ik doe het wel meteen. Kunnen jullie meekijken of het een faal of een flop is.
kijken, is het een beetje goed te zien op de camera? Jazeker. Open. Mwah. Dit doet hij nog. Dit doet hij nog.